Halleluja, prijs de Heer. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik ben weer vandaag hier om u te bemoedigen, om u te sterken vanuit het leven, vanuit het geschreven en het levende woord van God, vanwege de tijd in waarin we leven. Ik wil u vragen om iemand te bellen, om iemand te vragen zijn eigen programma. The best is yet to come. En ik wil u sterken in het woord van God, als we kijken naar het boek van Matthäus. In Matthäus 4 zien we iets daar bijzonder. In Matthäus 4 zien we iets daar bijzonder. Daar is waar Jezus verzocht werd. En als we kijken vandaag rond ons heen, dan feitelijk een grondtapu wordt alleen niet verzocht, maar mensen ook worden verzocht en alles wordt verzocht. En we zien hier in de bijzondere christenen. Christen worden ook verzocht in deze tijd. Maar ik zie hier een voorbeeld van Koning Jezus. Ik zie hier in Matthäus 4, ik wil even met u lezen. In Matthäus 4, dan beginnen wij vers 3. En de verzoeker kwam en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tot deze stenen. Sorry. En de verzoeker kwam en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide: er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van al het woord dat vanuit Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar een heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels. En zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan één steen stoot. Jezus zeide tot hem: er staat ook geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En we zien hier nog een laatste keer. Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hij verheel en hun heerlijkheid. En Jezus en zeide tot hem: dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan. Er staat immer geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden hem. We zien hier de verzoeker. De verzoeker kwam bij Jezus. En idee, een verzoeker ook toe. Een bezoeker die is mij het bijzondere. De christen. De verzoeker komt om ons te verleiden. Maar ik zie iets hier belangrijker dan wat Jezus gebruikte. En dat is namelijk het woord van God. De Bijbel leert mij dat in de begin was het woord. En het woord was bij God. En ik zie hier dat Jezus de strijd heeft overwonnen door het woord. Wat we nodig hebben, mijn volk van God. Wat we nodig hebben in deze tijd, is het woord van God. Omdat het woord van God mighty strong is. En we zien hier de verzoeker kwam. En Jezus wordt verzocht. En Jezus gebruikt het woord. En we zien hier dat de verzoeker, de duivel kwam. En hij zelf gebruikt het woord. En ik wil u zeggen in deze tijd, de problemen waarin we zitten is because of lack of the word of God. Er is weinig van het woord van God in mensen leven. Zelf in christenen vandaag levert het woord weinig. En ik wil u zeggen, u kunt de strijd, u kunt de verzoeking en alles wat u meemaakt op deze aarde, kunt u overwinnen slechts door één man. En dat is door het woord van God. Ik wil u nogmaals herinneren, in het begin was niks anders dan het woord van God. En het woord was bij God. En het woord is God. Met andere woorden, wat u nodig heeft om te overwinnen vandaag op uw werkplaats. Wat u nodig heeft om te overwinnen vandaag in het verkeer overal waar u gaat, is namelijk het woord van God. Om de Bijbel me leert dat de vijand komt en ik gebruik ook het woord. Maar dank God, Heer Jezus, voor het levende woord dat u ons gegeven heeft. En ik wil u bemoedigen deze dag en deze ochtend. Meneer, mevrouw, christenen, wil ik u bemoedigen om het woord van God in deze tijd op te pakken. Het woord van God te bestuderen, te lezen. Omdat u niet geschud wordt naar links, naar rechts. En in vrede, waarom? Omdat het woord van God redelijk in u mag wonen. De Bijbel leert mij in Psalm 119 dat uw woord is een lamp voor mijn
mijn voeten en een licht op mijn pad. Met andere woorden, you need the word of God. In de dingen die je doet, en de dingen die je doet, en de dingen die je wilt doen. In elke beslissing heeft u nodig het woord van God. Het woord is het licht, met andere woorden, het zal u richting geven. Het zal u openbaringen geven. Open uw eye en houd je richting. En je zal weten wanneer het de vijand is en wanneer het niet de vijand is die je spreekt. En daarom is het belangrijk vandaag om u te bemoedigen, om te graven bij dag en bij nacht in het woord van God. De Bijbel leert mij in Psalm 119, als ik het woord open, dan straalt het licht. Met andere woorden, elke duisternis om me heen zal wijken. En hoe zal het wijken? Niet alleen als u de Bijbel opent, maar wanneer u het leest. Het is belangrijk dat u de Bijbel leest. De aanvallingen die gepleegd worden over ons leven, het begin in onze gedachten. En daarvoor is het nodig dat het woord van God ten eerste in uw mind komt en in uw gedachten. Because the battlefield is start by the mind. Because het oorlog start bij de gedachten. Het start bij de hersenen. En ik wil u vragen om u op te voeden. Niet alleen voor het werk en dingen die u moet doen en studeren, jonge man en jonge vrouw. Maar dat u moet oprichten en het woord van God in uw gedachten en uw mind. Waarom? Omdat uw gedachten en uw mind heilig kan zijn. En als uw gedachten en uw mind heilig is, zal ik u zeggen, het geschreven worden zal dalen en het zal leven worden in uw hart. Jezus zegt iets bijzonders. Als mijn woord in u blijft en ik in u blijf, vraag wat je haar wil en het zal geschieden. Hier zien we de gebeden. Waarom de gebeden, zoveel gebeden van christenen niet geantwoord worden? Waarom? Er is lack of the word of God in your life, in your wandelen, in your spreken, in your doen, in your laten, in je beslissingen, in je gaan, in je komen, because of lack of the word of God. Ik wil je bemoedigen, take the word of God as a standard in your life, people of God. Ik wil je opwekken en je oproepen in deze tijd om het woord op te pakken en het gebruiken als een standaard, als niet alleen als een zwaard, maar ook als een schild en ook als een harnas. Het woord van God, ook aan je voeten. Met andere woorden, wanneer u bezig bent, zal men weten en zal de vijand zien, oh, een man die spelen met kiezen. Ik zal hem niet kunnen pakken. Waarom? Because he's surrounded by his word. De Bijbel leert mij dat het woord van God is als thunder fire. De Bijbel leert mij dat het woord van God is als vele wateren. De Bijbel leert mij dat het woord van God is als lion of fire. Oh, wat we nodig hebben in deze tijd. Het is het machtige en het sterke, het levende en het geschreven woord van God in ons doen en ons laten. Ik wil u aan herinneren, Jezus zeggen, als mijn woorden in u blijven en ik in u blijf. Met andere woorden, als u het woord onderzoekt en u leest en u leeft naar het woord, the Holy Ghost will come upon your life and it will stay upon you. Waarom? De Heilige Geest gaat niet wonen waar het woord niet woont. De Heilige Geest gaat niet op plaatsen en blijft u stationeren. The word of God on the day. Oh, people of God, I want to remind you, oh, pick up the word again. Oh, pick up in the morning. Oh, pick a word to back again. To my mom, to my bagana. Oh, my little Sarah Gordon. Waarom? De Bijbel leert mij dat we een drievoudige aanval hebben in de dag. We hebben een drievoudige aanval in de ochtend. We hebben een drievoudige aanval in de middag. We hebben een drievoudige aanval in de nacht. And that's why it is important that you guard your word, the word of God. Niet alleen woorden van mensen. Ik wil u zeggen, woorden van mensen schieten kort. Maar als u gaat staan en u gaat vertrouwen en bouwen op het woord van God, ik wil u zeggen, u zal overwinnen. Against that Goliath, I say, against that Goliath, I say in the beginning, but I tell you at last, you will conquer the enemy. Waarom? Omdat in the beginning was the word, and the word was with God, and nothing created by the word. And word, alles wat bestaat vandaag in deze wereld heeft nodig en is geschapen door het levende woord van God. En de Heer heeft ons het geschreven, a logos, a juno eerst a logos, en a dagi, if a logos enemy in you, if a logos a word of God enemy in you, als hem overpijnt bij dag en bij nacht, dan zal hij uw pad recht maken en u zal overwinnen. Er was een belofte gegeven aan Joshua. Oh, people of God, weet u waarom Joshua heeft overwonnen en waarom Caleb
having overwonnen because they standing upon the word of God. Ze leden zich niet wijkennen, ook wat er gebeurt in het leven. De remek moeten voor haar woord toe. De remek moeten anatomisch hebben. De remek staan en they stand en they stand en ze hebben overwonnen. God gaf Joshua een belofte en hij geeft u en ik vandaag om de belofte weer om te overwinnen in deze tijd. Om te overwinnen in uw gezin. Om te overwinnen en te overwinnen op werkplaats. Om te overwinnen elke verzoeking die op uw leven komt. U kan slechts en u zal slechts overwinnen door het woord van God. Uw money will my help you met je eerlijk. Now my money you will be full, maar je zal niet alles kunnen doen. Because there are kind of sickness that kill you and money can heal it. En ik wil u bemoedigen deze ochtend, o volk van God. En u die naar me kijkt, misschien kent u deze God niet. Ik wil u zeggen, hij heeft iets gegeven op deze wereld. En dat is het zijn woord. En zijn woord is machtig. En zijn woord is krachtig. En het breekt door. En het overwint. En weet je wat? Ik wil u iets herinneren, o people of God. Ik wil u iets herinneren. De Bijbel leert mij dat God waakt. Hij waakt over zijn woord. Met andere woorden, hij zorgt ervoor dat alles wat hij gezegd heeft tot uiting zal komen. Luister nog een keer. De Bijbel declareert dat God waakt over zijn woord. Met andere woorden, God zelf draagt zorg dat wat hij gesproken heeft tot uiting zal komen. Met andere woorden, wat hij nodig heeft, is join with God, is join with his word. En wanneer je join with his word, en wanneer je verenigd en één bent geworden met Gods woord, dan zal God ook voor je waken. Want hij waakt en hij draagt zorg dat zijn woord tot uiting komt. Ik wil u zeggen, there is no power on planet earth. There is no power in the heavenly places. There is no power on the air that can stand and overcome the word of God. I want to tell you again, and I want to remind you again, that in a beginning, on a morning, on a day, on a way, on a RMF, on a small European Union, we want to tell you that in the beginning was the word, and the word was with God. En een woord to ben de God heeft nodig. People for God heeft nodig. Iedereen die kijkt om terug te gaan. Niet naar de word of God. De wereld is in chaos. Waarom? Ze hebben het woord van God aan de kant gezet. In de scholen hebben ze aan de kant gezet. Oh, de poor lets voor. En de opposite is openbare scoren nodig. En zij hebben gezegd, the word of God is lack. And even the light of man. En ik wil u herinneren. All of no, the food of a grown to bring a lack of word, a lack of the word of God in the life of man. And see what er vandaag gebeurt. En zijn velen zijn bang. En zijn velen lopen rond en angst. Waarom? There's a lack of word of God in their life. En zelf christenen zijn bang geworden. Waarom? There's a lack of word in their life. Maar ik wil je bemoedigen deze ochtend to pick up. Pick up the army again. The army of the word of God. Wat je nodig hebt in de tijden van nood. In de tijden van ziekte. Vandaag moet iedereen er bijna elke dag geswapt worden. Oh, maar wat denk je dat je use the word of God. No matter if they will swap you, you will never sick. Why? Because of the word of God that is sucking your spirit. Maar if a word of God is lacking you, dan wie zit dat kerkje en je die tiende, het maakt niet uit. Maar als het woord van God weinig in u is, ik wil u herinneren, you will lose. The enemy will get the hole and destroy you. A vijand of een olo en overnietig you. Maar ik denk dat in, when you suck in the word, when you sow in a word to, and a word to sow in you, oh, there is no power of the enemy that will catch you. Even sickness, or a bit queer, say they want they sow same word. En hij genas hem. Luister goed. Hij zond zijn woord. En hij genas hem. Hij zond zijn woord. En zijn woord dat hij zond is eerst een logen. De tweede, de Jezus Christus. Wat hij nodig hebt is het levende woord. Om met u te zijn bij dag en bij nacht. Maar het levende woord gaat niet komen door de Holy Spirit. Als het geschrevene woord. Als u niet vol bent van het geschrevene woord. Vele mensen zijn vol van andere dingen. Vele mensen zijn vol van dingen van hun werken.
vele zijn vallen. Hoe ga ik eten, hoe ga ik drinken? Rijbel leert mij duidelijk dat Jezus zei tegen de vijandenverzoeker dat men zal niet leven van brood alleen. You don't never live only of bread and a chome and a nasi and a podosiri or rabese keyando. Maar u zal leven ook door het woord van God. Met andere woorden zegt de Bijbel dat u moet een balans hebben. U moet werken. U moet werken om te eten. But you need the word of God also. Met andere woorden, dat is een mix om te overwinnen. De mix, een mixje doe je rocko in the natural. And you fit yourself in the realm of the spirit. So that you are protected against all kind of fires. Oh, the word of God. I don't want sealed. If you just surround with the word will be as a seal. Now I burn to you. Met andere woorden, ook wat men zeggen en ook wat men over u praten. No matter what the enemy says, it will never catch you. No arrow will harm you. No one vijand die nog zal overkomen. U zei dat, because a word will you shield. En nog een keer, a word to be in the inner being. En de Bijbel leert mij verder van Jezus. Hij heeft een andere naam in openbaringen. De Bijbel leert mij, hij zei aan Johannes, I am the Alpha and the Omega. The beginning of everything and the end. Met andere woorden, everything starts with the word and everything ended with the word. Ik wil met u bidden voordat ik einde. Ik wil met u bidden als u restoration wil hebben als kind van God. Om in de ochtend en de middag weer te grijpen naar het woord van God. En ik wil ook met u bidden die misschien kent u God niet. In de zap Jezus, je drie naar kino. Wees om een booster in tekie. Je dede in een kino. Omdat de Bijbel me leert dat in the beginning was the word. You need the word and life. Je zal niet leven alleen van eten en eten en eten. Maar ook van het woord van God. Master Grand Tang voor elke viewer. Elke zwakke christen, dank u wel voor je anointing. Zij weet zo. En een meeting. En je reist hem op in de morning. Bakken naar alle vrije momenten, gado. Voor gooien je woord toe. Grand Tangi in de naam van Jezus. Grand Tangi Masra. En je zal ons op gado. Jullie God bekend. Zeg mij met Jezus. Kom in mijn leven. Verander mij. Vernieuw mij. Was mij met uw bloed. En maak mij het kind van u. En ik wil u zeggen. Jij zal overwinnen. Waar? Because of the word of God. May God bless you. Dit is uw eigen programma. The best is yet to come. Jesus is coming. Bless you.